Hey, goedemiddag allemaal. Daar ben ik weer, Zeldenplay 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we 2 groene sterren gevonden en in deze aflevering gaan we maar eens eindelijk kijken wat die Hungry Noemer voor ons heeft. Hey you, yeah you, got any tasty star bits? If you feed me a bunch of star bits, I will burst from happiness, and then I will transform. I'm famished, I need 600 star bits to curb the hunger pangs. Oké. Waarom ook niet? Vreet je eigenlijk helemaal vol tot je gaat exploderen of zo? I'm stuffed, here we go. Sacrifice! Ik zou dat toch niet graag willen hoor, een planeet zijn. The Drip Drop Galaxy has appeared. Yay. Oké, laten we er maar naartoe gaan. Nou, dat is toch weer een ster die we kunnen halen, dus waarom ook niet? Elke ster is er weer eentje. Giant Eel Outbreak. Volgens mij is dit degene die ik niet zo prettig ga vinden. Oh, dat is deze. Ik moest heel eventjes nadenken welke het ook alweer was. Hier, kijk, de penguins. Die zien er helemaal niet eigenlijk uit, zoals ik in de vorige aflevering zei. Hoezo zijn dat... Het begon als Bowser Minions, maar tegenwoordig niet meer. Moet ik helemaal naar die penguins toe? Waarom met die detour? Oké, het eiland ziet er mooi uit. Geweldig. Hi. Grandpa's getting old. Dat is niet aardig om dat tegen je opa te zeggen. Ik probeer tegen opa te praten, ja? Hey ouwe. Hey ouwe. Ever since those big eels showed up, we haven't caught any fish. Get rid of those big eels, they will light your way. Not many left, Luigi. There are eels here in the water. Oké, sorry. Ik kon het niet laten, ik weet dat jullie hebben een hekel aan dat, maar ik kon het gewoon niet laten, sorry. Oké, dus wat we moeten doen is, we moeten dus zeg maar die eels verslaan. En dat doen we dus zeg maar door deze dingen erop te schieten. Dus nou hoop ik dat ik raak gooi. Ja, ik heb erin raak. Kijk, Starbit weer van. Nou is het dus zeg maar heel erg belangrijk om ook je health in de gaten te houden en vuur onder water. Dat is heel erg logisch. Maar die rode die zijn dus in het voordeel. Want daarmee kun je dus zeg maar gewoon keihard tegen iedereen aan knallen en maak je ze mee dood. Nee, die rode die volgen zeg maar dat beest. Dus op het moment dat je ze alle 3 verslagen hebt, dan komt de ster tevoorschijn en dat is eigenlijk dit level. Het is een heel makkelijk level. Als ik me niet vergis, in de kisten, daar zit alleen levens en muntjes geloof ik, of zuurstofbubbels. Ik zal ze heel even kijken. Er zit toch een shiny touch aan, dus even kijken. Poef! Een pufferfish. Dat is nogal gemeen. Nou ja. Ik had nog een kistje gezien. Als we allemaal pufferfish in hebben, dan laat maar zitten. Poef. Oh. Ja, die hadden we echt nodig. Oké, ze zijn niet echt heel erg veel boeiend. En bullet bill, jullie zijn irritant. Ik ga dat schip zoeken. En ik pak de ster. En ik ben weg hier. Wat zit daar? Een leven. Oké. Okay. Wil je mij ook niet opklaar? Nou, waar zit dat schip? Ik heb er altijd zoveel problemen mee om in dit level dat schip te vinden. Hier hebben we de lava. Hey, nog een kistje. Zoveel kistjes hier. Daar zit het schip in ieder geval. Oh, weer een pufferfish. Weet je wat? Bekijk jij het even, pufferfish. Ik ga mooi die ster pakken en ik ben weg hier. Ik vond het wel rapper eigenlijk bij Mario 3 in plaats van You got a star, you got a card. Ik was altijd heel erg pro in die levels te verzamelen eigenlijk. Dus, in die sterren te verzamelen in Mario 3 zoals je in die let's play hebt kunnen zien. Goed, we worden in het midden gelanceerd omdat ja, het is natuurlijk een Hungry Loom, maar dan kom je altijd weer terug in het midden. Ik heb nog gelijk even kijken, geen prankster komt te zien. Oké, de enige weg waar we nou naartoe kunnen gaan is naar een Bowser level. Nou, dan zullen we maar naar het Bowser level toe gaan. Want library is over there. Kunnen we weer een Grandstar pakken? Waarom ook niet? Oké. Laten we maar eens gaan kijken. A new galaxy appeared. Bowser Jr.'s Airship Armada.
Maar dat is wel leuk dat je schip echt een naam geeft. Ik vind het wel leuk. Die heeft dus echt het schip gewoon Amanda genoemd. Wat lief. So cute. Sinking the airships. Dat is minder cute. Oké, ziet er interessant uit. Laten we maar doen dan. Pauze muziek, Mario 3. Ik weet niet, maar heel veel mensen die weten dat niet, maar dit is oorspronkelijke NES muziek. Geen grapje. Deze muziek die is oorspronkelijk zeg maar voor het eerst uitgekomen in Mario 3 van op de NES. Dus oké, als ik niet vergis willen we dus naar die Polestar. Oké. Dat zijn ze toch lief om daar toch een Polestar neer te zetten voor ons, hè? Alsof dat ze wisten dat ik zou misschieten. Oh. Kermit, je foe. Ik word geraakt door je laser. Daar ben ik niet blij mee. Goed, waar moeten we nou naartoe? Daarheen. Oh, heel erg ernaast. Maar dat maakt niet uit. Polestar die redt ons wel. Wigglers! Ik geef je weer een heleboel starbits. Zou ik een power-up kopen? Nah. Ik bedoel, ik heb die power-ups niet nodig. En dat geeft toch ook een beetje een uitdaging. Zoals ik in het begin deed bij mijn opnamesessies. Is toch altijd wel leuk om dan toch heel eventjes een uitdaging erin te gooien. En als je het mij vraagt, is het een beetje te mainstream om dan 6 hitpoints te hebben. Ik bedoel, waarom hebben we 6 hitpoints nodig? Zo falig ben ik nou ook weer niet. Hey, Buggy! Stop bugging me! You bug me! Dankjewel voor de starbits. Oké. Wow, dat ding gaat nogal snel. Oh, dat ding gaat heel erg snel. Oh, dat ding, daar val ik vanaf! Slippery Luigi. Ik moet er echt af en toe aan wennen hoe slipperig dat... glijachtig Luigi wel niet is. Luigi die glijdt echt ontiegelijk hard. Dus, ja. Excuses. Zelfde play, je faalt gewoon in dit spel. Oké. Kamek, you foop! Sterf. Goed. Daar was ik. Ik probeer iets uit te leggen, maar ik weet niet. Oh ja, van Mario 3 was ik daar. Daar was ik klaar mee. Hey, Bowser Jr. Dit is mijn... Ja, ik ken Bowser Jr. stem niet zo goed naar de van de series, maar ik zal mijn best doen. You just don't give up, do you? Fine then, I guess I'll just whip you myself. You want this Grand Star so bad? You're gonna have to take it from me. Nou, oké, prima. Dus wat we moeten doen is, we moeten hem eigenlijk dus, Koopa Shells moeten we naar hem toeschieten. En door die Koopa Shells te schieten, neemt hij dus zeg maar meer schade. En werd ik nou serieus net geraakt door een Koopa? Dat is wel heel erg sneu. Oké, jullie raken elkaar maar. Oh, eentje leeft nog. Ah, dat maakt niet uit. Hoppakee. Oh, nou hebben we ook nog eens een Kamek. En hij wordt nogal een beetje boos. Hier dan. Oh boy. 2 Kameks. Kamek, je foeps. Chaos. Uh-oh, misschien was het niet zo'n goed idee om deze challenge zo te doen. Geen muntje. Chaos. Zoveel gebeurt er hier op het scherm. Dat is gewoon creepy. Kijk eens, voor jou. Natuurlijk geschiet ik weer mis. Ik vind het wel mooi hoe dat een eigen bullet bill eigenlijk dus kapot gemaakt worden door... Hoe dat zijn eigen bullet bills kapot worden gemaakt door zijn vuurballen. Dat is eigenlijk wel komisch. Oké. Ik heb... Auw. Ik had bullet bills achter me aan. Wat een chaos. Hier. Ja, vlieg maar weer weg. Scheidluis. Bange poeper. Ga maar terug naar je papi. Wat ik wel moet zeggen is... Ik vind Bowser Jr. zijn bazen. Dus de bazen, zeg maar, als je Bowser Jr. als baas hebt. Die vind ik veel meer interessanter als de bazen die Bowser heeft. You got a Grand Star! Yes! Nou kan de beacon maar groter worden. Geen bacon.
zie nog wel eens een keer trouwens gebeuren tot echt Bowser Jr. gewoon de main villain wordt. Lijkt me eigenlijk best wel grappig. Maar goed, er is een nieuwe dome open. Ik was te snel. You discovered a new galaxy. Alle werelden zijn gelijk open voor ons. Yay. Thanks to you and your friends, all of the domes on the lower level are working again. Once the engine room of the upper level is powered, the whole observatory will be working. Then a comet observatory fly as a starship once again. And you will be able to fly to your special one in the center of the universe. Nou, was het dus zeg maar inderdaad een hele grote vraagteken over wie dat meisje in het verhaal zeg maar is. Er was eentje, ik geloof, Evo zei dat geloof ik, die zei tot dat Princess Peach is. Nou, dat is absoluut niet waar. Dat is dus zeg maar Rosalina. De reden waarom dat Peach in het begin een Luma vast heeft, dat is niet de main Luma, de hoofd Luma zeg maar van het verhaal. De Luma die, zeg maar, die ze dan in de handen heeft, dat is zeg maar een van, ja, omdat dan zeg maar het festival komt en daardoor is die Luma daar en die komt dan gelijk in vriendschappelijkheid met Prinses Peach en alles. Want ja, heel veel die zeggen dan van ja, maar hoe kent Rosalina Prinses Peach dan? Rosalina kent Prinses Peach helemaal niet, want Rosalina die zegt de hele tijd your special one en niet de, ja, niet bij haar naam. Maar goed, dit is dus zeg maar het nieuwe gebied. Dit heet de bedroom. Volgens mij was het in de Amerikaanse versie iets anders. Dat je dus zeg maar niet de slaapkamer had. Enemy base spotted. We detecting massive energy spikes. What are they doing there? Ja, dat weet ik niet. En laten we eens even kijken. Oké, we hebben dus zeg maar 3 levels hier. Dat zijn al sowieso 9 sterren die we hier kunnen winnen. We hebben 33 sterren nodig om daar naar binnen te komen. We hebben 1 extra ding daar. Zit er allemaal heel erg boeiend uit. Weet je wat? Ik vind dat we maar heel weinig... ja, we hebben niet echt veel tijd in deze aflevering zitten. Dus laten we naar een honey. Ja, ik denk ik zal die speciale neerzetten. Tot we dan die speciale stemmen gaan doen waar er maar eentje te halen is. Sadly for me, het is een honing level. Yay. Scaling the sticky wall. Whoop-dee-doo. Nou ja, oké. Het is een ster. We hebben hem nodig. Ah, als er maar niet weer zo'n giant bee in zit. En wow, dat is een mooie vogel. Dat is een hele mooie vogel. Ja, in één keer helemaal rennen, maar dan vliegt hier in één keer, dan zit hier in één keer op de schutting, zit hier in één keer zo'n hele mooie vogel. Ik weet ook niet waarom. Random audio commentaar, ja, sorry jongens. Ach ja, gelukkig hebben we hier wel mijn favoriete muziek. Oké, ik zat een beetje op een, ja, Wiimote hier zat weer een beetje te klooien. Ik zit er helemaal omringd door draden en technicus. Dit is echt een hele andere manier van spelen. Want ik heb dus heel veel mensen die zeggen van ja, ik wil dat ook of ik kan dat ook. En wat is er nou zo leuk aan Let's Playen? Want ja, het enige wat je doet is praten over een random videogame. En over de ervaring die je hebt en alles. Maar als je er eigenlijk nagaat... Let's Play is niet zo makkelijk als dat het lijkt. En heel veel die zijn er dus zeg maar via achtergekomen door het zelf te proberen. Het is meer als alleen maar praten over een videogame. Je bent aan het spelen. Je moet professioneel zeg maar door een level heen. Telt dat ook als een ster? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar je moet dus heel professioneel door een level proberen zien te komen. Natuurlijk zit er af en toe wel een keer een faal bij. Maar je moet niet vergeten te praten. Wat heel erg vaak gebeurt bij Let's Players die dan... net begonnen zijn, die vergeten in één keer van... oh ja, ik ben dit aan het opnemen. Dus er komt echt heel erg veel bij kijken. En waar praat je over? Wat is entertainment? Wat houdt de kijkers geboeid? Wat vinden ze leuk om te zien? Wat zijn leuke onderwerpen om over te praten? Dat soort dingen, dat zit er allemaal in. En ik zeg niet dat niet iedereen Let's Play moet worden. Want echt, als je het wil proberen, be my guest. Maar hou er wel rekening mee. Het is niet zo makkelijk als wat het lijkt. Dat... probeer ik toch echt wel heel duidelijk, en dat ging me net goed. Dat probeer ik toch wel heel even duidelijk neer te zetten. Ik doe dit al Oké, dat ging me net goed. Sorry, maar ik doe dit dus al... ik doe dit al 6 jaar. En als je dus wil weten hoe dat mijn eerste Let's Play ging... Nou, sowieso, ik was altijd... in het begin was ik een Engelse Let's Player. Mijn eerste Let's Play, dat was echt...
vreselijke kwaliteit. Sowieso was het op een emulator. En ja, ik ben tegen emulators. En daarvoor had ik toen die tijd, omdat ik geen capture card had, de regel ingesteld van ik moet het spel origineel hebben. Anders mag ik hem niet let's playen. Dus ja, de spellen die ik allemaal heb gedaan, die heb ik allemaal origineel natuurlijk. Toen die tijd... Nou, sinds dat ik een capture card heb, heb ik dus gezegd van nou, ik doe dus geen emulator meer gebruiken. Of je moet CDI meer rekenen. Dus... Maar ja, als je dus zeg maar gaat kijken naar mijn eerste video's, mijn audiocommentaar en mijn kwaliteit waren gewoon vreselijk. Maar ja, weet je niet, het was mijn eerste let's play en iedereen moet ergens mee beginnen. Dus, maar, ja, aan de andere kant, hoe lang had ik al het idee om zeg maar daar iets mee te gaan doen? Nou, dat idee had ik al heel erg lang hoor. Ik zat al heel erg lang te zoeken van hoe zou ik daar video's mee kunnen maken. Want ik was zelf dus altijd al heel erg enthousiast over video's maken en voice acting en... acteren, stemmetjes doen en alles. Dus, ja. Ik zou zeggen, volg je droom. Als je graag iets met video's zou willen doen, pak die camera en maak video's. Wil je graag stemmetjes doen? Ga voor een camera boeken voorlezen en probeer stemmetjes te doen. Probeer voice acting te doen. Ga dingen inspreken. Hou je van fietsen? Pak die fiets en fietsen net weg. Ga fietsen, hè. Ik bedoel, je moet gewoon echt... als je ergens de passie voor hebt, dan moet je ervoor gaan. Ik zelf heb echt al vanaf 4-jarige ik, heb al zeg maar, wou ik een entertainer, acteur worden. En ik heb die droom nooit laten gaan en ik ben er altijd mee door blijven gaan. Gewoon ook bij theaters en, theater, dat was gewoon schooltheater. Ik heb zelf nooit echt toneelschool gehad. Maar, ik heb altijd die passie zeg maar gehouden. En op het moment dat ik dus, 6 jaar geleden, bijna 7 jaar geleden alweer... toen ik daar dus zeg maar mee begonnen ben met YouTube, toen is eigenlijk de wereld voor mij open gegaan. En ik heb een hele moeilijke start gehad. Ik bedoel, ik heb heel lang maar op echt 10, 15 subs gezeten. En eerlijk gezegd, daar was ik wel blij om. Want mijn kwaliteit was zo slecht als het maar zijn kan. En mijn audiocommentaar was ook nog niet zo goed als dat het tegenwoordig is. En natuurlijk, ik leer steeds meer. En mijn kwaliteit probeer ik blijvend natuurlijk beter te maken. Dus ik wil jullie sowieso bedanken voor de support. Met dat wil ik deze aflevering gaan afsluiten. Want ik ben hier nou doelloos rondjes aan het lopen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien natuurlijk in de nieuwe aflevering van Let's Modded Minecraft. Morgen ben ik dus ook aanwezig in Arnhem. Niet te vergeten, Streetpass Meeting in Arnhem. Van 11 tot 11:45 staan wij daar bij de Albert Heijn To Go. Op te wachten en dan lopen we met een gezellige groep dus naar... met een gezellige groep lopen we dan naar de Gamemania. En neem je 3DS mee of je DS als je geen 3DS wil hebben. Want ik kom daar samen met Mario Party. Zodat we met z'n allen zeg maar Mario Party kunnen doen. Maximaal 4 spelers. Maar we hebben tijd zat. Dus ik hoop jullie daar te zien. En zo niet, dan hoop ik jullie dan te zien in de Modded Minecraft. Die gewoon geüpload zal worden. Ik dank jullie voor het kijken. Dit was Zelda Play 20. Laat een reactie achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En een like als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ja, met dat sluit ik af. Dus doei! Nee, het gaat goed met mij hoor. Eindje. Doei.